Hallo, ik ben Otto Oome. In dit filmpje leg je alles uit wat je moet weten om een Twitch-kanaal snel op te zetten. Ik leg je de voornaamste delen uit van een Twitch-kanaal en ik leg je de voornaamste delen uit van Streamlabs, een van de programma's om te streamen op Twitch. Maar twitchende streamers of streamende Twitchers, die kunnen er ook nog wat van leren. Blijf zeker kijken. We gaan het eerst nog eens hebben over je computer. Waar moet een streamcomputer aan voldoen? Je wil niet dat die stream blijft haperen als je aan het streamen bent. Streamen is een zeer zwaar karwei voor een computer. Gamers hebben meestal al een zeer straffe computer. Met een zware grafische kaart, en dat is echt wel nodig. Je computer moet nu twee taken uitvoeren. De game, je moet gamen en die laten zien. En dan nog eens het vastleggen van die beelden van die game. Je computer heeft ook heel wat werkgeheugen nodig. 8 GB is echt wel minimaal, dus we gaan voor het dubbele, 16 GB. Tijdens het streamen wordt je netwerk dubbel belast. In dit voorbeeld het gamen via het internet en dan nog eens streamen via het internet. Dus je hebt echt wel een snelle internetverbinding nodig en een stabiele internetverbinding. Dus een 10 megabit internetverbinding is minimaal. We gaan dus voor 20 megabit. Extra benodig je een tweede scherm. Je wilt toch zien wat je aan het streamen bent. Een webcam om jezelf ergens rechtonder of bovenaan te zien terwijl je aan het streamen bent. En een microfoon. Een microfoon tijdens het gamen is echt wel nodig, want anders wordt het wel heel saai. Welk zijn de voornaamste delen van een Twitch-kanaal? Twitch kan je op onderstaand adres vinden. Je moet het niet downloaden, het is een internetwebsite. Wat je eerst moet doen is je registreren. Je geeft een leuke gebruikersnaam. Je verzint een strafpaswoord, je geeft de geboortedatum en je geeft een echt e-mailadres. Waarom? Je e-mailadres moet je verifiëren. En dan druk je op registreren. Ik ben al geregistreerd op Twitch, dus ik ga nu inloggen. Je klikt rechtsboven op inloggen. Je geeft je gebruikersnaam in. En je paswoord. Een sterk wachtwoord. En je klikt op inloggen. En omdat ik tweestaps verificatie heb ingesteld, vraagt hij ook een token. Ik leg het je hierna nog eens allemaal uit. Ik ga nu mijn token ingeven. Ik zeg ook deze computer 30 dagen onthouden. Ja, dan vraagt hij dus 30 dagen niet naar de token. Ik klik op verzenden. En nu ben ik ingelogd op Twitch. Je ziet ook hier mijn logo. Als je de eerste keer inlogt, dan ziet het er zo uit. Dus ik gooi mijn logo in de vuilbak. En ik ga terug naar Twitch. Dan zal het scherm er zo uitzien, maar het logo zal er zo uitzien. Zojuist zag je mijn logo van Otto Oome. En dat gaan we zelf eens instellen. We gaan eraan beginnen. De voornaamste delen instellen van Twitch. Je klikt op het logo van Twitch en hier zie je instellingen. Dat selecteren we. We zijn op de eerste tab, profiel, en we gaan een profielafbeelding toevoegen. Deze afbeelding zal hier rechtsboven komen te staan. Dus ik ga een logootje halen, dat ik op voorhand natuurlijk heb gemaakt. Voilà, mijn Twitch logo openen. Dit ziet er goed uit, opslaan. Dus ik heb mijn profielfoto, in dit geval is mijn profielfoto mijn logo, geüpload naar Twitch en je ziet dat het ook hier tevoorschijn komt. Dan een profielbanner, dus om reclame te maken waarover jouw stream gaat. Nu, als je een YouTube kanaal hebt, kan je ongeveer hetzelfde gebruiken. Dit kan je ook uploaden. Je kan op bijwerken klikken. Je sleept er gewoon je profielfoto in. Het moet formaat 1200x480 zijn. En dan krijg je dat hier in te staan. Scroll een beetje naar onder. Hier staat je gebruikersnaam. Dat is degene die je hebt ingegeven om in te loggen. Hier staat je weergavenaam. En je geeft ook een bio. Als je Twitch beu bent, kan je natuurlijk ook Twitch-account uitschakelen. Maar daarvoor zijn we nu niet hier.
De derde tab, kanaal en video's. Dat is een zeer belangrijke tab om te kunnen streamen. Hier zie je al primaire streamcode. Deze heb je nodig voor je streamingsprogramma. In ons geval gaat dat Streamlabs zijn. Dan moet je op kopiëren klikken en in Streamlabs kopiëren. Wat ook heel handig is, is dat je je vorige streams opslaat. Je kunt dus met Streamlabs ook je streams opnemen, maar zoals je ziet neemt Twitch ook je streams op en je kan ze downloaden. Als je bepaalde video's maakt die alleen voor volwassenen toelaatbaar zijn, moet je dit hier aanzetten. Maar voor een gamingkanaal moet dit niet aanstaan. Vertragingsmodus. Zet het op kleine vertraging. Ideaal voor bijna real-time interactie met kijkers. En dan, deze is ook nog een belangrijke. Banner voor videospeler. Dus als iemand op je Twitch-adres klikt, dan gaat hij een beeld moeten zien. Als je hier niets invult, is dat gewoon zwart. Als je er wel iets invult, ik ben dus nu niet aan streamen, dan zal het er zo uitzien. Dan zie je dat ik offline ben. Dit zijn de voornaamste instellingen voor de tab kanaal en video's. Dan hebben we nog een belangrijke tab, beveiliging en privacy. Dit is je e-mailadres dat je hebt ingegeven bij het aanmaken van je account op Twitch. Je ziet dat het geverifieerd wordt. Bedankt voor het verifiëren van je e-mail. Je kan je wachtwoord wijzigen. En hier is een speciale tweestapsverificatie. Die moet je inschakelen. Ik ga je even uitleggen hoe dit werkt. Dus ik ga je de tweestapsverificatie uitleggen. Dit is Twitch. En dit is mijn telefoon. Ik ga mijn tweestapsverificatie uitschakelen om je te laten zien hoe je moet inschakelen. Ik ga dat bevestigen. Klaar. Dus als je de eerste keer je Twitch-account instelt op beveiliging en privacy, zeker de tweestapsverificatie instellen. Hoe gaat dat? Je klikt op tweestapsverificatie. Ik ben van België. Je geeft je gsm-nummer in, je klikt op doorgaan. Dan komt er op die gsm een token. Die geef je hier in en je klikt op verifiëren. Tweestapsverificatie inschakelen en je bent klaar. En dan zie je tweestapsverificatie is ingeschakeld. En dan kom je op het beeld waar ik mee begonnen ben, tweestapsverificatie uitschakelen. Altijd je tweestapsverificatie instellen. Zeker omdat niemand kan streamen op jouw naam. Dit zijn zowat de belangrijkste instellingen om te beginnen op Twitch. Welke zijn de voornaamste delen van Streamlabs? Streamlabs is een programma en dat moet je downloaden. Streamlabs kan je downloaden op streamlabs.com/streamlabs-obs. En je klikt op deze knop. Download Streamlabs. Het programma wordt gedownload en je installeert het. Het installeren dat gaat allemaal vanzelf. En Streamlabs die gaat zelfs checken welke de beste instellingen zijn voor jouw computer. We gaan dus nu Streamlabs opstarten. We hebben Streamlabs opgestart en het eerste wat je moet doen is inloggen op Streamlabs. Je klikt hier linksonder op login en vermits we gaan streamen op Twitch, gaan we inloggen met het Twitch account. We geven dezelfde gegevens in als om in te loggen op Twitch. Vermits ik mijn tweestapsverificatie heb ingesteld, gaat er een sms op je smartphone komen en die moet je dan als token ingeven. Dus we klikken op inloggen en hier zie je het al, token. Je krijgt die binnen, ik geef die in, onthoud dat en token verifiëren. En er wordt ook gevraagd of Streamlabs al die gegevens op Twitch mag hebben, mag bekijken.
Streamlabs is te vertrouwen, dus we gaan dit autoriseren. Klik je daarop. En je bent ingelogd. Er is aan het beeld nog niets veranderd. Daarna klik je op Settings, linksonder, Settings. En dan zie je hier het menu-item Stream. Je geeft op welk streamtype het is. Het is een streamservice. Je selecteert Twitch, er zijn er meerdere. We gaan op Twitch streamen. Server, ik zou die automatisch opzetten. En hier staat de Stream Key. Waar ga je die halen? Want de eerste keer is dit natuurlijk leeg. Dan zal dit er zo uitzien. Dan ga je naar instellingen, kanaal en video's. En hier staat die primaire streamcode. Ik ga die kopiëren. En ik ga die plakken in de settings. Ctrl-V. Dus ik heb mijn stream key ingegeven. Dan heb je de tab Output. Die zet je op Advanced. Die encoder zet je op hardware, niet software. Anders wordt je computer veel te veel belast. Ik heb dit ook nog op performance gezet en op high. Dus preset performance en profile high. Audio. Dit gaat allemaal vanzelf. Als je een microfoon hebt, moet je je microfoon hier kiezen. Ik heb een Samsung Meteor microfoon. Dan het menudeel video. Geef je op waar je van opneemt, hoe groot dat is. Mijn scherm is 1920x1200 als resolutie. En wat moet de output zijn? Dat kan kleiner zijn. Maar ik neem juist hetzelfde. Dit staat automatisch ingevuld. Dat laat je mooi staan. Al de rest kan je eens bekijken. Maar dit zijn de voornaamste instellingen om te beginnen. Voilà, dat waren de settings van Streamlabs. Maar daarom heb je nog niet een scène en sources ingevuld. Ik ga die dus allemaal wegdoen en ik ga die opnieuw voor jullie maken. Maar dit is de bedoeling dat we gaan krijgen. Dus we zien op mijn scherm, ik maak hier mijn logo en je ziet mij ook op mijn webcam. Je ziet mij ook kijken naar een ander scherm. Ik ga dus al die dingen wegdoen. Ik klik op minuutje. Oké. Je ziet ze ook verdwijnen en beeldscherm ook weg. Dus als je begint, staat het zo. Er moet minstens één scène zijn. Dus je maakt plus en je zegt bijvoorbeeld, dit is de scène desktop. Doe je met plusje aanmaken, die heeft een naam enzovoort. Dit is niet moeilijk. Dan de sources. Welke sources, bronnen moet je hebben? Ten eerste het scherm dat je wilt streamen. Je logo en natuurlijk ook je webcam. Dat gaan we doen. We gaan eerst het scherm. We klikken op het plusje. En dan staat hier Display Capture. Dat gaan we doen. Add Source. Hoe gaan we dat noemen? Ik noem dat beeldscherm 1. Add Source. Het is dit display dat ik wil opnemen. Je ziet ook dat het Twitch is. Er is ook nog een ander scherm. We gaan dit display opnemen en je zegt done. Je ziet, het scherm staat er. Dan je webcam. Je klikt op plus. En hier staat video capture device. Dat gaan we doen. Hier staat binnen build-in webcam of een Logitech webcam. Ik heb een Logitech webcam. Ik doe add source. Ik noem dit webcam. Add source. En je ziet me hier al zitten. Alles is ingevuld. Dus Logitech, zoals het hier is, kan je dan gebruiken. We doen done. Je kan deze ook nog verplaatsen. Wat kleiner maken. Het is wat donker in mijn kamer. Je ziet wat kabeltjes hangen. Maar hier zie je mijn webcam. Dan wil je ook nog een logo hebben als je aan het streamen bent. Hoe doen we dat? We gaan een andere bron halen, plus, dan moet je een image, een beeld gaan halen. We doen add source, we noemen dit logo Otto Ome YouTube videos.
Je mag dit noemen hoe je wil natuurlijk. Doen add source en we gaan ergens een logo halen. Logo's. En dit is mijn logo van YouTube. Openen. Het ziet er zo uit. Je ziet ook hier wat het gaat worden. Dom. En je kan dit natuurlijk verplaatsen. Ja, dat gaan we naar hier verplaatsen. En we maken het ook heel wat kleiner. Voilà. Nu heb je dus een scène gemaakt en sources. En je bent klaar voor te streamen. Even een kleine opmerking voordat ik ga uitleggen hoe je moet streamen met Streamlabs op Twitch. Hier zie je mijn instellingen van mijn desktop audio en microfoon audio. Mijn microfoongeluid, dat staat allebei uit. Dat moet aanstaan als je gaat streamen. Waarom heb ik dit uitgezet? Ik ben het beeld en het geluid aan het opnemen met een ander programma, FFSplit. En als ik dus dit zou aanzetten, dan wordt het geluid opgenomen en dan is er een soort galm. Dit kan je ook hebben als je streamt op Twitch. Desktop audio zijn meestal je luidsprekers. Als je dus je luidsprekers aanzet en het geluid van de luidsprekers komt in de microfoon, heb je ook een raar geluid, een soort galm. Dus het beste is, als je streamt, dat je een koptelefoon opzet. Dat was mijn kleine opmerking. Nu naar de uitleg van streamen met Streamlabs. Dus we kunnen beginnen streamen. Je ziet nu mijn Twitch kanaal. Ik ben nog steeds offline. Ik moet dus Streamlabs opstarten. Klik op Streamlabs. Hier zie je mij. Dit is wat ik wil streamen. Dit is geen game, maar bijvoorbeeld een studio van YouTube. En ik wil laten zien wat er allemaal op mijn studio staat qua filmpjes enzovoort. Wat doe je? Je klikt gewoon op Go Live. Je geeft je stream een naam en je zegt Confirm Go Live. Als je linksboven klikt, zie je wat je streamt. Ik kan dit nog wat groter maken. En als je dus naar je Twitch kanaal gaat, is dit wat ik aan het streamen ben. Dus als ik nu iets verander, er gaat een kleine vertraging zijn, want dat hebben we ingesteld. Een kleine vertraging, je kan het niet real-time doen. Ik ga naar mijn dashboard en ik wil kijken hoe mijn laatste filmpje het doet van hiking. Ik ga naar de analytische gegevens. Hier zie je ze opkomen. Dus 54 weergave, 100 minuten. En nu ben je dus echt aan het streamen. Je webcam staat ook aan, dus kijk goed uit wat je doet als de webcam opstaat. Je kan ofwel op die webcam een papiertje leggen, maar je kan die webcam ook uitzetten tijdens je stream. Hoe doe je dat? Je gaat naar Streamlabs. En hier staat webcam. Hier zie je dat oogje. Ja, en dat zet je uit. Je bent op dit moment nog altijd aan streamen en dit is wat je streamt. Ja, dus maar de webcam is weg. Dus als we gaan kijken nu naar mijn Twitch kanaal, is de webcam weg. Zo, meer is er niet aan. Als je ophoudt met streamen, klik dan op End Stream. Dan zal je Twitch kanaal veranderen naar Offline, zoals je ziet. En dit is in de recentste video's, dus je kan nu rechtstreeks naar mijn kanaal gaan en gaan kijken. Als het natuurlijk geen 14 dagen geleden is, want dan zijn ze weg. Voilà, dit was mijn beginnerscursus om Twitch op te zetten. Niet moeilijk, probeer het ook maar eens allemaal uit. Heb je iets gehad aan deze beginnerscursus streamen op Twitch met behulp van Streamlabs? Geef dan een vette duim omhoog en abonneer je op mijn kanaal. Dag!